We zitten in de laatste kilometer van een etappe die uitloopt op een sprintersetappe. We hebben twee koplopers gehad, Palomares en Armendia, maar dat deed er allemaal niet toe. Want het draait uit op de massasprint. En dan letten we natuurlijk op John Degenkolb. Daar in het midden wordt hij naar voren gebracht door een ploeggenoot. Hij rijdt in het groen. Het is de ploeg van Daniele Benatti die het kopwerk doet. En we rijden in Galicië. Dat is te zien ook daar aan die vlag links voor. We kunnen de sprint even niet zien, maar daar komt hij al naar voren. Als de vlag verdwenen is, komt John Degenkolb al in het wiel van Daniele Benatti. En dan is het nog ver. 300 meter nog tot aan de finish. Het gaat licht bergop. Het is vals plat omhoog. En Degenkolb komt eigenlijk veel te vroeg op kop. Bouhanni in zijn wiel. Kan die er nog overheen komen, de Franse kampioen? Of lukt hem dat niet? Het zou toch eigenlijk moeten lukken voor Bouhanni. Degenkolb al 3 etappes in deze ronde van Spanje. En dit is de 4e etappe voor John Degenkolb. Voor Bouhanni en Benatti. Dan zien we dat nog een keer vanuit de lucht. Wat een machtsprint is dat van die sprinter van de Nederlandse ploeg Argos Shimano. Hij doet het toch gewoon weer natuurlijk. De beste sprinters, ze zijn er niet bij in de Vuelta. Maar hij wint hier alweer zijn 4e etappe. De rest is kansloos. Pim Ligthart wordt op de 7e plek de beste Nederlander. In het algemeen klassement verandert niets. Rodriguez blijft de leider. Maar dit is de grote man in deze Vuelta als het op massasprints aankomt. De sprint was really hard in de final. Was really just fighting, and the stage in general was not that hard because we did everything for that a small group is going, and we controlled the race the whole day, and the team did again a really good job. And I say every day the same, but yeah, we have to say it, thanks boys, they really working so good together, and yeah, there's nothing to complain.